Het beste geschiedenisboek aller tijden komt uit Nijmegen. Het boek heeft als titel 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis en is samengesteld door Els Sloek. Het boek is uitgegeven door de Nijmeegse uitgeverij Van Tilt. Het is in ieder geval een heel erg bijzonder boek, vind ik zelf. En dat het uitverkozen is tot het beste geschiedenisboek aller tijden, dat komt ook omdat mensen gewoon heel erg blij zijn dat er nu eindelijk eens een keer een broodnuchter werk is verschenen waarin vrouwen in plaats van mannen op de voorgrond staan. Het boek heeft ook een heel erg breed draagvlak. Kijk, ik maak het niet op mijn eentje. Hè? Ik heb het boek met meer dan 300 auteurs gemaakt. In het boek komen natuurlijk ook Nijmeegse vrouwen voor. Indales is natuurlijk geen Nijmeegse, maar zij is, ik geloof, 1000 dagen burgemeester van Nijmegen geweest. Daarna werd ze minister in een kabinet van Lubbers. En volgens mij was dat heel bijzonder dat een vrouw burgemeester werd van zo'n grote stad. De zusjes de Wijze, dat zijn twee Joodse meisjes. Die ouders wilden die meisjes zo goed mogelijk onderwijs bezorgen. Dus ze zijn naar Nijmegen verhuisd omdat hier betere scholen waren. Nou, toen brak de oorlog uit. Ze zijn naar Westerbork afgevoerd. En wat zo aangrijpend is, dat is ze hebben uit de trein nog allerlei kaartjes gestuurd, gegooid voor hun ouders om ze moed in te spreken. En die zijn later gevonden en die worden nu bewaard hier in het Nijmeegse archief. Maar wat wij nu weten is dat ze eigenlijk vrijwel direct naar Auschwitz zijn doorgestuurd en zijn vergast. En er is hier nu een Kitty de Wijzeplein, meen ik, in Nijmegen en ook een standbeeld. En daar wordt nu altijd de 4 mei herdenking gehouden. Ja, Stijn Buys is uit een hele andere periode. Dat is een 16e eeuwse vrouw waar we eigenlijk heel weinig van weten. Maar wat we wel weten is dat ze hartstikke rijk was. En toen ze haar testament moest opmaken, heeft ze daarin laten opnemen dat een deel van haar nalatenschap gewijd moest worden aan de oprichting van een tehuis voor 6 jongetjes en 6 meisjes. En dat kan je nu opvatten als het begin van het Nijmeegse weeshuis. Volg ons online via Facebook @altijdeneen. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijdeneen. Want Nijmegen is altijd. N1.